Welkom allemaal bij Omroep Hulst. We zijn hier vandaag met een prachtige dag, dat kunnen jullie wel zien. We zijn hier bij PSV Hulst. En dat is een paardensportvereniging die een wedstrijd hebben. En op dit moment zijn de ponies aan het rijden. En straks krijgen we de paarden. Een hele spannende dag voor vele mensen. En wij als Omroep Hulst komen even een kijkje nemen. Bekend gezicht uit de paardensport. Maar ja, kun je jezelf even nader toelichten? Ik ben Paul Burm. Ik ben voorzitter van de paardensportvereniging Hulst. Ondertussen zit ik ongeveer 52 jaar in de paardensport. Dus dat telt al even mee. En hier als voorzitter ben ik al mijn 26e jaar bezig. Dus het wordt eigenlijk tijd voor opvolging. Maar dat is een moeilijke zaak op het ogenblik. Oei, en mag ik zo eens vragen, wat is er zo in 26 jaar tijd? Wat zijn de grootste veranderingen van het voorzitterschap en natuurlijk de ruitersport? Nou, de mentaliteit van de ruiters is wel veranderd. En ook van de mensen eromheen. Maar op zich, de paardensport op zich, die is veel professioneler geworden. Nou, dat is geen sinecure. En dan heb ik nog één vraag, want er is een gezegde. Mensen met paarden hebben de hemel op aarde. Maar komen ze te sterven, valt er niets te erven. Klopt dit gezegde? Nou, voor veel mensen klopt het wel, ja. Want er zijn mensen bij die zorgen beter voor hun paarden als voor hun eigen. Maar dan heb je wel een hele leuke hobby, neem ik aan. Een hele leuke hobby. We steken er veel tijd in. En als je daarmee leuke prachtige mensen kunnen werken, net als vandaag op zo'n dag. Veel vrijwilligers die zich gelukkig inzetten. Ook mee van tevoren met opbouwen, later met afbreken. Dan is het eigenlijk jammer dat je zou stoppen als voorzitter. Nu nog alleen dat hij in zijn functie gaat treden, dat snap ik. Dankjewel voor dit interview en nog een hele fijne dag. Ja, bedankt. Kun jij mij wat uitleggen wat je allemaal aan het doen bent hier? Ik spring vandaag 80 à 90 centimeter. Jeetje mineetje, het is goed dat je op die pony zit dan. En wat is de naam van de pony? Nou, zijn officiële naam is Champagne Deluxe. Oké, en hoe oud is Champagne? 19 volgens mij. Oh, maar dat is al een hele leeftijd. Dus als een klein beetje straks gaat hij met pensioen. Hoe oud kan je op een pony blijven springen? Ik denk totdat hij wel 25, dat zou nog wel kunnen, denk ik. Dat is wel oud, maar... Ja. Nou, dankjewel en succes, hè? Ja, dankjewel. Goeiedag, meneer. Een ringmeester. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat inhoudt. Een inhoud? Ik moet de paarden binnenleiden. Oké, en dat gaat allemaal goed tot dusver? Aan ze dingen, als ik ze op tijd binnenroep, dan loopt het allemaal op rolletjes. En heb je ook al eens gehad dat het niet op rolletjes liep? Ja, makkelijk. Er zijn erbij. Deze is gewoon wel goed. Dat is de jeugd, maar de oude durven wel eens... Dan loopt het een beetje uit? Dan loopt het uit. Dus eigenlijk heel het schema in de war, als ik het goed begrijp. Ja, dan moeten we weer langer werken, hè? Wat verdurie, het zit er ook soms niet mee, hè? Nou, dankjewel voor dit interview en nog een hele fijne dag. Oranje betekent altijd eerste plek als je een oranje lintje hebt. En heb je al vaker die eerste plek gewonnen? Ja, best wel vaak, ja. Oké, nou dankjewel en gefeliciteerd.
een spannende dag. Niet alleen voor jou, maar ook van het paard, heb ik begrepen. Kun je daar wat over uitleggen? Dit paard loopt vandaag haar allereerste wedstrijd. Ze staat wel net een beetje achter, omdat ze 5 is. Maar ze is heel flink en ze doet alles heel braaf. En er is ook nog iets anders gaande met het paard. Kun je daar ook nog wat over uitleggen? Want ik had begrepen dat jouw paard mama is geworden. Ze is dit jaar bevallen van een mooi veeltje, Bloem. Ze was een heel goede mama en ze was heel flink. En nu na 4 maanden was het toch tijd om ze te scheiden en te beginnen met Kis, haar eerste wedstrijdjes. En het veulentje, kunnen we die over een aantal jaar hier ook zien rondlopen? Ik denk het wel. Normaal gezien, binnen 3-4 jaar gaat ze ook mee op wedstrijd komen. Nou, wat spannend voor jou en succes vandaag. Dank je wel. Nou, je hebt het getroffen met het weer vandaag. Ja, wat een... We hebben echt geluk. Wat een mooi wit paard. Kun je iets over je paard vertellen? Mijn paard noemt Idifix. Hij is 16 jaar al. Ik heb hem nu ondertussen een jaartje. En het is onze 4e springwedstrijd, dus ik heb er zin in. Maar ook wel een beetje stress. Een beetje stress. Voelt dat paard dat jij gestrest bent? Ja, ik denk het wel, ja. Dan zie je er eigenlijk op zich wel heel rustig uit. Ik wil je heel veel succes wensen. En we zien straks wel dat je in de prijs voorbij komen, hoop ik. Ja, dank u wel. Mag ik iets vragen? Heb jij zelf ook paard gereden? Jazeker. Ik heb zelf in het verleden ook gereden. En begon je op een pony of was je gelijk op een paard? Bij de ponies en uiteindelijk ook bij de paarden. En dan uiteindelijk zit je jezelf te jureren, wat mooi. Ja, om dan uiteindelijk toch nog wel betrokken te blijven bij de paardensport. Heb je ook kinderen die meedoen vandaag? Nee, helaas niet. Oké, nou ja, het is in ieder geval een hele mooie dag en een hele mooie hobby, neem ik aan. Ja, klopt. Het is toch mooi dat er toch genoeg voldoende ponyruiters zijn ook weer, die dan ook weer voor de toekomst weer verder gaan. En zo geef je eigenlijk een beetje hetgene wat jij allemaal geleerd hebt weer af aan de nieuwe generaties. Je probeert het goede mee te geven als jurylid zijnde. Nou, dankjewel voor dit interview, heren. Ik moet zeggen, ik zie hier eigenlijk een hele gezellige tafel. Is het altijd wel een hele happening, denk ik, of niet? Ja, wij maken het altijd heel gezellig. Dat is plezant, hè. Voor de kinderen ook. En voor ons ook, natuurlijk.